is de taart. Bij ons op het bureau was er iemand verjaard. Bij ons op het bureau eten wij een stuk taart. Maar gij, je bent een gierigaard, je geeft geen gâteau. Je maakt geen ambiance bij ons op het bureau. Je drinkt geen tasje koffie, je komt hier voor het thee. Je klapt niet tegen onze zituren op het wc. Moet je nu eens weten hoe ze mensen als u noemen? Contractuelen die ze nooit vast gaan benoemen. Je mocht het ook goed weten, we hebben nu niet graag. Stel al zegt je nooit een bakkes, we vinden nu een zaag. Bij ons op het bureau was er iemand verjaard. Bij ons op het bureau eten wij een stuk taart. Bij ons op het bureau was er iemand verjaard. Bij ons op het bureau eten wij een stuk taart. Maar nee, daar doet jij natuurlijk weer niet aan mee. Je zit daar maar te prullen, altijd aan die pc. Kunt je dat niet doen alsof meedoen met de hoop? Het kost je toch geen moeite, meedoen is goedkoop. En als je echt een hekel hebt aan alle toffe dingen, aan de mapjes met de flapjes, aan de mapjes met de ringen, aan het koekje van 10 uur en aan onze verhalen, verkleuter onze dag mee en je zult ervoor betalen. Bij ons op een bureau was er iemand verjaard. Bij ons op een bureau eten wij een stuk taart. Bij ons op een bureau was er iemand verjaard. Bij ons op een bureau eten wij een stuk taart. Akkoord, je bent niet altijd mee, je kijkt niet naar tv. Je vindt Big Brother 7 en je bent een rare P. Wie Temptation Island vindt, kan je ook al niks geschelen. Wel zit jij u dan maar in je hoekje te vervelen. En zucht dat we geen fatsoenlijk Nederlands kennen. Het is hier ons een bureau en daar moet je aan wennen. Een taart en een eclair, dat zijn verworven rechten. En die verworven rechten, daar zullen we voor vechten. Bij ons op een bureau was er iemand verjaard. Bij ons op een bureau eten wij een stuk taart. Bij ons op een bureau was er iemand verjaard. Bij ons op een bureau eten wij een stuk taart.